Willekeurige volgorde, dus er zijn namelijk geen eerste plaatsen of tweede plaatsen of whatever, er zijn gewoon 15 plaatsen. De eerste finalist is Larissa Beun. Tweede finalist is Piroshka. En we hadden nog een Larissa, maar hier staat Larissa van A op mijn papier. De volledige naam die heb ik niet laten komen, zij is finaliste. Larissa. En dan hadden we nog een finaliste, want we zijn er nog niet. Vini. En als ik het goed voor heb, dan liepen ze vandaag samen op de catwalk. Chloe. En dan de volgende finaliste, wel daar heb ik mij de eerste paar keren vergist in haar naam. Het is maar een lettertje dat anders staat. Maar ik denk dat de mama kwam zeggen van het is niet juist gelijk dat je het uitspreekt. Ambre. En deze dame die moest altijd als laatste wachten om op te komen, dus ik ga ze nu niet als laatste houden. Lynn! De laatste zullen de eerste zijn, zegt men vaak. En zij mocht beginnen dan ook vandaag. Julia! En we hebben al twee Larissa op het podium staan blijven in de L met Laura. En ze maken het een presentator moeilijk, hè? Laura, Larissa, nog eens een Larissa, maar er was ook een Charissa. Joran, je gaat nog werk hebben straks. En dan hadden we ook nog Quinty. Zo, dat is juist man. Oh, dat meisje net goed. Adin, jij houdt de tel bij daar, hè? Ik heb er ook mee gedaan. Pien, die is er ook bij. Dat is een mijn meisje. Heel goed. Ik weet het al, hoor. Ik geloof een busje. S-S-S. En dan zijn we er bijna, hè. Femke, die moet er ook nog op het podium hebben. Chelsea! En dan hebben we ook nog Nikita. Adil, over Linte heb jij nog over? Nog eentje. Oei. Twee. Dat is geen eerste nou, hè. Waarom was het eerste, tweede en derde, maar dat telt niet. En omdat haar sponsors of haar supporters niet zo braaf waren, hou ik ze als
Zo, dit zijn de 15 Nederlandse Limburgse finalisten voor de finale op 24 maart. Maar ik wil er nog graag iemand bij roepen op het podium. Mevrouw Joseline Paal is de algemeen directrice van Models Inc. van de finale. Samen met de uittredende Miss Limburg Internationaal, Lotte de Schutter. Zij gaat alle finalisten ook nog een boek overhandigen. En dan denk ik voor de fotografen dat we een klein beetje naar voren moeten, want de belichting is hier achteraan niet zo best. Ik zou zeggen, kom goed dicht bij elkaar staan. De mensen van Victoria Juwelen, bedankt voor de mooie cadeautjes. Ik ga volgende keer ook meedoen, dan kan ik ook zo'n cadeautje mee naar huis nemen. Mevrouw Panis, waar is die? Het is onderweg. Ah ja, die gaat langs voor het podium op. Voilà. Ah ja, de boeken die komen langs achter. Super. Voilà. Een klein beetje korter bij elkaar gaan staan, zeggen de fotografen. Goed dicht bij elkaar. Het is winter, dus dan is dat gezellig. Ik ga kort bij elkaar aan te staan. Waarom niet? Dit zijn de 15 finalisten. Wie weet zal er één van die twee, daar ben ik zeker van, Daniela opvolgen, maar misschien ook Lotte in de Miss Limburg.